Welkom bij Topneems. De gast is Tim Beudel. Hij is Head of Digital Tuvalu Media. En ik wil eerst even beginnen met jullie motto. Want, dream, dare, do. Ja. Dat is een Amerikaans aandoend motto. Ja, mooi hè? Ja, wat betekent dat voor jullie? Nou ja, als je het letterlijk vertaalt, dan weet je wat het betekent. Ja, maar het betekent voor ons dat wij graag nieuwe wegen inslaan. Waar je soms in een droom over begint. Maar waar als je er goed naar kijkt, soms ook de durf moet opbrengen om het te gaan doen. Dat is niet zeg maar in iets blauw in hinein maar dingen gaan ondernemen, maar wel kijken naar nieuwe wegen. En dat is eigenlijk ook een beetje wat ik binnen Tuvalu doe. Ik zoek eigenlijk naar de nieuwe wegen. Voordat binnen. We daarop ingaan, maar wij denken altijd dat iedereen weet wat al die bedrijven zijn waar televisie gemaakt wordt. Wat is Tuvalu? Wat is dat voor bedrijf? Tuvalu Media is denk ik de vijfde grootste producent van Nederland qua televisie en televisieformats. Dus na Animal, iWorks, IDTV en Talpa natuurlijk. Ja, noemen ze een paar programma's waar mensen jullie van zouden moeten kennen? Dat denk ik dat we moeten zeggen Ali B op volle toeren, ja. DNA onbekend, Babyboom, Groeten van Max. Jullie maken ook speelfilms? Ja, binnen Tuvalu zit Waterlandfilm. Dat is een producent van onder andere Cowboy geweest. Een film die veel prijzen heeft gewonnen de afgelopen jaren. Maar ook bijvoorbeeld de serie Barslet voor de VPRO, meen ik dat het was. Ja. Dus die zitten ook binnen Tuvalu, maar wel onder hun eigen label. Nou, alleen voor Ali B volle toeren hadden jullie al moeten bestaan. Vind ik een geweldig programma. Ontzettend veel van genoten. Ja. Maar goed, dan gaan we nu even terug naar jouw stukje. Want jij zegt, jij bent doet het digitale stuk. Ja. En daar begin je ook met je dromen en de mogelijkheden en die te verkennen. Ja. Dus wat doe jij? Ja. Nou, we hebben natuurlijk gezien dat de traditionele tv-business hier en daar wel onder druk staat. Je ziet ook dat omroepen steeds meer zelf ook gaan produceren. Dus je moet als producent moet je ook kijken naar, oké, hoe kan ik in die keten gaan opschuiven om ook mijn eigen toekomst te zekeren. En gelukkig biedt de digitale techniek daarvoor heel veel mogelijkheden. Dus er zijn allerlei over-de-top proposities mogelijk. Over-de-top is eigenlijk televisie via internet? Televisie via internet. Technologie. Of misschien zelfs gewoon nog lineair als themakanaal. Ik heb hiervoor een themakanaal ook gerund. Wat gewoon eigenlijk lineair te zien is, maar ook on-demand. Nostalgie-net, hè? Nostalgie-net, precies. Ja. Leuk sterblokje net van het verleden. Dat is dan weliswaar digitale televisie. Maar digitale televisie is ondertussen eigenlijk mainstream geworden. Bijna 90% van Nederland kijkt digitaal. Dus ja, je kan eigenlijk zeggen dat al het normale tv kijken is geworden. Maar daarnaast dus inderdaad over de top, dus via internet. YouTube is een belangrijk platform aan het worden waar steeds meer audiovisuele content op professionele wijze... Ja, maar ook voor producenten? Nou ja, dat ligt dus aan de strategie. En op wat voor manier dan? Kun je eens uitleggen wat jullie daar dan mee doen? Ja. Nou, wij zijn nu in ieder geval in samenwerking met Exposa. Dat is een multichannel network op YouTube. Dat betekent dat zij meerdere kanalen eigenlijk onderhouden en promoten. Daar zit heel veel cross-promotie ook tussen. Zijn wij begonnen om een aantal eigen kanalen op te zetten op YouTube. Daarbij richt je je eigenlijk heel specifiek op een thema ook, of op een bepaalde doelgroep. En het is allemaal short-form content. Maar die maken jullie speciaal voor YouTube? Die maken wij nu op dit moment speciaal voor YouTube, samen met hun. Ja. Met als doel om uiteindelijk dit ook te gaan doen voor derden, voor opdrachtgevers. Of om bestaande content aan toe te kunnen voegen, zodat het echt een kanaal gaat worden waar mensen naartoe gaan komen en blijven komen als abonnee. Om die content te kunnen zien. Want het model wat eronder ligt is dat je abonnees wil uiteindelijk die daar een bedrag per maand voor betalen. Ja, nou dat is op termijn waar het ook heen gaat met YouTube. Ze hebben aangekondigd dat ze ook met betaalde kanalen gaan komen. Dus eigenlijk met een soort TVOD model zou je kunnen zeggen. Allereerst is het nu nog zo dat je abonnees moet werven, zoveel mogelijk. En die abonnees die zorgen eigenlijk voor gegarandeerd kijken. Elke keer als je een filmpje uploadt krijgen zij een e-mailtje van er is weer een nieuw filmpje van dat kanaal. Daar heb jij je op geabonneerd. Dus waarschijnlijk vind je dit ook weer leuk. En dan heb je grote kans dat ze gaan kijken. Dat is voor een adverteerder natuurlijk ook wel heel interessant. YouTube doet zelf zijn pre-rolls, om het zo te zeggen. Maar branded content kan je als producent wel weer zelf gaan maken daarin.
En als je veel kijkers hebt, dan is dat wellicht heel interessant voor bepaalde doelgroepen. Hey, maar even voor mijn beeld. Je zegt eigenlijk tot nu toe, en dat doe je nog steeds voor een gedeelte, maak je inhoud voor zenders, voor omroepen, ja, et cetera. Ja. En nu zeg je eigenlijk aan de ene kant, omdat zij het zelfs meer zijn gaan produceren, zijn ze zelf meer producent aan het worden. En jullie zijn eigenlijk zelf meer zender aan het worden. Ja, nou ja, zo zou je het kunnen zeggen. Kijk, ik denk dat iedereen kijkt naar wat voor mogelijkheden deze digitalisering voor hun biedt. Bij de omroepen is dat soms ingegeven door de kansen die er zijn, maar ook misschien door de bedreigingen of misschien wel de bezuinigingen die er zijn. Maar wij als producent van goede audiovisuele content kunnen eigenlijk veel meer platforms bedienen dan alleen een omroep of een zender. En de ene keer kan je dat doen in opdracht. Maar het is ook zeker niet ondenkbaar dat je daar je eigen merken kan bouwen. Bijvoorbeeld je eigen kanalen kan bouwen. En dat is ook iets waar we mee bezig zijn. Maar dat is allemaal, moet ik dat zien, in het kader van dat jullie eigenlijk minder afhankelijk willen worden van de traditionele zenders. Je zei net de waardeketen waar jullie onder druk staan. Hè? De marges zijn klein, terwijl de digitale toepassingen liggen over het algemeen nu bij de zender. Dus, ja, maar het is anderzijds ook gewoon goed ondernemerschap. Want je ziet dat er meer klanten te halen zijn. Dus waarom zou je niet meer klanten gaan proberen te bedienen? Ja, maar gaat dat bij jullie dan ook zover zoals bij Endemol die laatst aankondigde dat ze 30 miljoen gaan investeren in puur digitale YouTube-kanalen of op andere platformen? Gaan jullie daar substantieel geld voor vrijmaken? Nou, ik heb net even op de bankrekening gekeken, maar dat stond er niet. Helaas, 30 miljoen is natuurlijk een gigantisch bedrag wat heerlijk is voor zo'n Endemol dat ze dat erin kunnen knallen. Dat doen ze ook wereldwijd overigens. Ja. Nee, wij gaan niet dat soort budgetten erin stoppen, maar wij zoeken wel naar wegen om of met bestaande content eigenlijk nieuwe content te kunnen maken. Dus eigenlijk hergebruiken. Dat is iets wat we bij Nostalgie net al heel veel deden natuurlijk. Of eigenlijk op een lean and mean manier nieuwe content te maken voor een platform als YouTube. En je ziet dat daar heel goed kan. Allereerst omdat het allemaal shortform is. En anderzijds ook omdat het soort content wat je op YouTube ziet past ook wel bij een wat andere manier van produceren. Soms, je kan het noemen simpeler, maar het is eigenlijk authentieker. Hè? Het is echter. Je ziet heel veel van die goede kanalen die daar populair zijn. Die zijn soms niet eens zo heel mooi geproduceerd. Maar die zijn wel heel erg verrassend, heel impactvol en heel authentiek. Ja. Hey, je zei, hè, bij zo'n YouTube kun je duidelijk inzoomen op een doelgroep of een thema. Wat voor doelgroep en thema's, waar heb je het dan over? Nou, dat is vooral een jong publiek. Hè? Dus wat YouTube zelf de youth generation noemt. Dat zijn eigenlijk de mensen tussen zeg maar even de 12 en de 30 jaar. Wij zoeken daarbij naar thema's waarvan wij denken dat er nog een gat ligt. Sommige thema's worden heel druk op gezocht binnen YouTube. Maar is eigenlijk nog niet heel veel mooie content over te vinden. Ik zal een voorbeeld geven over bijvoorbeeld de paardensport. Dus het zijn hele aparte niches soms. Die wereldwijd een enorm publiek trekken. Maar wat altijd heel goed blijft doen is comedy ook bijvoorbeeld, of funniest home video's. Daar zijn ook legio voorbeelden van. Maar ook daar zie je dat vaak toch nog een beetje blijft hangen in het huis, tuin en keuken. En ondanks dat heel authentiek is, wat ik net zelf zei, is daar wel soms nog een slag te maken, waardoor ik denk dat je je publiek beter gaat binden. Hey, hoe belangrijk is YouTube daarin? Of kun je dat ook op een eigen platform gaan doen? Ja, nou, YouTube is natuurlijk gigantisch. Ik geloof dat er 40 uur content per minuut wordt geüpload op YouTube. Ze zijn zelf ook veel meer. Oh, misschien wel. Ja, de laatste keer dat ik al lang geleden was, al 100 uur. Dat was al 100 uur. Ja, dat is echt. Toen waren wij net bezig. Ja, dat is echt. Maar dus zij promoten ook heel erg het creëren van content. Hè. Morgenavond is er in Amsterdam de eerste Creators Evening van YouTube in de Benelux. Het is een ontzettend leuk programma waarin allerlei makers van YouTube-content en kanalen uit de Benelux bij elkaar komen. En we gaan een live uitzending streamen van een uur vanaf locatie in Amsterdam, eigenlijk een beetje zoals wij nu doen. Met allemaal optredens, sketches, een quiz die er wordt gedaan. En je ziet dus dat daar ook door YouTube een enorme stimulans wordt gegeven om eigenlijk nieuwe kanalen, nieuwe sterren daar te laten ontstaan. Maar zeg je van, luister, YouTube heeft nu eenmaal al dat publiek. Dus hè, dat is de kracht ervan. Wij moeten zorgen dat we de juiste inhoud maken voor dat publiek. En dan op die andere plek moet je ook je publiek weer gaan opbouwen.
Want er zijn partijen natuurlijk die ervoor kiezen om Bavaria, wat zijn eigen platform wil starten, om daar video's te laten zien. Ik denk dat het ambitieus is. Nou heeft Bavaria natuurlijk wel de nodige marketing power in huis. Dat hebben wij niet. Hè? Dus dat is natuurlijk een verschil. Wij hebben geen bereiksplatform vanuit Tuvalu. Wij zijn in principe een business-to-business partij. Maar Bavaria heeft het wel. Dus die zouden het wellicht rond het WK, kan ik me daar wel iets bij voorstellen. Ik denk als je gewoon puur kijkt naar in algemene zin, dat je dat niet zelf moet willen doen. Dat je dat in een enorme marketingoorlog gaat storten. En wij houden ons liever bezig met het creëren van goede content en met een goede partner. Ja, je bent head of digital. Ik zat even te zoeken, maar je twittert helemaal niet. Nee. Dat vind ik eigenlijk wel fijn. Hij heeft nul tweets. Ja. Nul, je hebt niets nooit ooit, ja, of het moet van een andere account zijn, maar je officiële account, nul tweets. Ja nou, daar heb je gelijk in. Dat ga ik ook. Daar ben programma's aan het maken, ben ik mee bezig. Ja. Nou, het is wel waar. Het is goed om. Kijk, wij werken behind the scenes. Dus ik vind als je echt iets uit te dragen hebt, dan moet je dat doen. En dat gaan wij nu ook wel meer doen. Ik heb het hiervoor bij Nostalgienet, niet omdat het nou eenmaal oudbollig klinkt, hebben we dat eigenlijk nog nooit zo gedaan. Deden we het vanuit het merk van Nostalgienet en niet vanuit de persoon. Ja. Dus eigenlijk vanuit de zender. Ja. Ja. Nou goed, even een internet. Vond het opvallend. Ja. Ik heb je Twitter-account net even gepromoot. Ja. Dus misschien dat je even de volgers erbij krijgt. Nee, maar het interessante van het hele producentenverhaal is natuurlijk dat er ook mensen zijn die zeggen van ja, weet je, zelfs de gewoon traditionele goede programma's die je maakt, waarom zouden in de toekomst het publiek die programma's niet gewoon gaan ophalen bij de producent? Waarom niet? Je ziet de manier waarop Netflix eigenlijk producent is geworden en hele goede series gewoon zelf maakt. Ja. Ja, dat is wel een nieuw model. Hoe kijken jullie daar tegenaan vanuit de klassieke producentenrol? Nou ja, ik denk dat allereerst ook daar wel weer je heel goed de vraag moet stellen waar je staat in de keten. Hè. Netflix is ondertussen ook een partij met een enorm bereik. En als je bereik hebt, dan kan je content goed gaan wegzetten met ook hoge kwantiteit en dus opbrengsten. Ja. Als je als producent dat zelf wil gaan doen, ja, dan begin je toch eigenlijk ook weer from scratch. Terwijl bij Netflix heb je meteen een platform. Ik denk wel dat er steeds op andere manieren gekeken gaat worden. Dat er nieuwe technieken aankomen die er ook voor zorgen dat content vanaf je mobiel direct op tv te zien zijn. En dat is nu een nieuwe technologie, die heet DAI. D-A-I. En dat is eigenlijk advertising bij video on demand onderbrengen. Er is een nieuwe technologie die heet Dial, lijkt er een beetje op. En die zorgt eigenlijk voor dat content vanaf je mobiel direct op je tv te zien is. Dus ik ben ervan overtuigd, en daar ook, zie je ook daar YouTube, dat content die mensen nu nog misschien op een andere manier consumeren, ook gewoon op dat grote scherm in die huiskamer gaat komen. En in die zin kijken we nog steeds straks met z'n allen op de bank naar die tv. Alleen waar de content vandaan komt en hoe die er komt, dat gaat denk ik wel degelijk veranderen. Ja, we hebben ook wel zitten filosoferen hier aan tafel over dat het model ook omdraait. Hè? Als je het hebt over populaire series, dat ook voor de zenders dat een enorme uitdaging is. Kijk, het was natuurlijk eigenlijk in de oude situatie zo dat een serie werd op de zender uitgezonden en de zender betaalde de producent. Ja. Maar ik kan me best voorstellen dat er over 10 jaar de producent de zender betaalt om de eerste 5 afleveringen van zijn nieuwe serie uitgezonden te krijgen. De marketing, het bereik. Ja. En hem daarna keurig on demand op een betaalplatform neerzet. Ja. Is niet ondenkbaar. Ik denk als je kijkt naar de strategie van bijvoorbeeld ProSiebenSat.1 in Duitsland. Die eigenlijk een soort van digital first strategy hebben gevolgd. Op bepaalde series ook. Ik geloof zelfs 2 maanden voordat het lineair werd uitgezonden, stond het al Tegen betaling online. Nou, dat heeft uitstekend gewerkt. Heel succesvol. Ja, ja, dat heeft eigenlijk gezorgd voor een breder kijkpubliek. Waarbij er waarschijnlijk in dat eerste deel wat jonger publiek is aangetrokken. En in het tweede deel wat ouder publiek. Dat is een heel mooi model. Ik denk dat je dat wel altijd in een samenwerking moet doen. Omdat het risico nemen op dat soort producties is vrij kostbaar. En ik denk als je daar een gezamenlijk belang in hebt, om op die manier ook je publiek te vergroten, met een zender bijvoorbeeld, dat je daar een goede stap in kunt zetten.
Hey, een vraag van Ed Dagen van, die verder Schizo is geen kaas heet, maar goed, dat terzijde. Leuk advertering. Welke kansenveranderingen heeft het vertrek van aandeelhouder Sony Pictures Television aan toevoegen gebracht? Was een aandeelhouder in het bedrijf, jullie of je organisatie, ik weet niet of jij zelf daar een rol in hebt gespeeld, maar heeft zeg maar de of volgens mij een investeerder gezocht, in ieder geval de aandelen ja. zijn we terug naar gaan. Maakt het iets uit dat Sony geen rol meer in jullie bedrijf speelt? Dat maakt wel een verschil. Het is voor mij moeilijk om daar wat over te zeggen, omdat ik eigenlijk pas 5 maanden nu daar bij Toevloe zit. En dit speelde zeg maar volop. Daarvoor moet je eigenlijk doorverwijzen naar Taco Tiemerman, de oprichter. Ik weet wel dat Sony een dusdanig, die heeft veel gebracht, maar aan de andere kant was het ook een dusdanig groot bedrijf dat het af en toe moeilijk was om een bepaalde snelheid en flexibiliteit in je ondernemerschap te creëren. En ze hebben volgens mij na een jaar 5 hadden ze ook een clausule waarin ze konden zeggen, nou, hoe gaat het? Gaat het goed of niet? En ook al gaat het goed, willen we het anders? En dat moment was daar. Ja over... De relatie nog even tot de zenders. Hè. Je ziet nu dat John Woltalpa vanuit de machtspositie die ze natuurlijk ook hebben bij programma's als The Voice gewoon kan afdwingen. Dat RTL die betaalt ervoor mag het uitzenden. Maar zelfs de digitale uitingen, de thuiscoach en dat soort dingen zijn gewoon van Talpa. Dus daar heeft RTL al helemaal niets meer mee te maken. Ja. Proberen jullie met succesvolle programma's zoals bijvoorbeeld Ali B dat ook voor elkaar te krijgen? Want dat is nu allemaal zender, hè? Klopt. Ja. Hebben jullie helemaal geen enkele belang in? Ja. Is dat onderdeel van het spel de komende Dat is wel periode? Onderdeel van het spel. Ja, ik vind het wel. Ik vind dat het enerzijds moet, omdat je met elkaar die ambitie moet hebben om dat soort second screens of dat soort andere applicaties te ontwikkelen. Om uiteindelijk ook het kijken te verrijken. Momenteel is het soms zo dat er gewoon geen geld is voor een extra digitale extensie. Of er zit geen, in het geval van de commerciële partijen, zit er geen Ik heb vaak het idee dat het nog allemaal op het einde er eens een keer bij komt. Ja, en het wordt een beetje dat jullie uitdaging als producent is om eindelijk formats te ontwikkelen waar dit soort dingen gewoon onderdeel van uitmaken. Ja. Weet je, waarbij het eigenlijk mee verkoopt met het format. Ja. Nou, dat waarom is dat exact zo moeilijk? Ja, misschien is het hier en daar toch nog een beetje traditioneel denken. TV en een format op tv en de kijkcijfers zijn zo maatgevend in alles wat er toch in Hilversum gebeurt. Dat één is. Twee is dat het altijd extra geld kost en het niet altijd direct oplevert. Hè? Dus dat is zeker bij de commerciële natuurlijk een belangrijke afweging. En het derde is dat je ook heel goed moet kijken of het daadwerkelijk iets kan toevoegen aan een format. Er zijn ook formats waarbij dat niet zo is. Ja. Maar ik vind dat Toevalu, en dat vinden we allemaal daar, dat wij zeker in het komende jaar met een aantal formats moeten komen die we willen gaan pitchen. Waarbij zeg maar second screen integraal onderdeel is van een programma. En, want je ziet dat het kan. En je ziet ook dat het werkt. Dus ik denk dat we dat aan onze stand verplicht zijn. Ja. Hey, is jouw belangrijkste ding als hoofd digitaal, is dat die YouTube-kanalen nu een succes maken? Nee. We zijn eigenlijk als eerste begonnen met een aantal ideeën rondom themakanalen. Eigenlijk gewoon lineaire themakanalen met daarbij een fotoomgeving en alles wat erbij hoort. Een beetje vanuit mijn verleden met Nostalgienet. We zijn in gesprek met een aantal partijen die hele goede ideeën hebben om met een paar van dat soort nieuwe proposities te komen. Dus daar zijn we veel mee bezig. YouTube zijn we op de tweede plaats mee bezig, om het maar zo te zeggen. Ook omdat dat, ja, in principe het bereik van een YouTube-kanaal moet tijd hebben. En dat moet je het ook kunnen geven voordat het groot wordt. En met een lineair themakanaal is het gewoon nog steeds zo. Als je er eenmaal op zit bij een UPC en een Ziggo en bij een KPN, heb je toch in principe je landelijk bereik. Dus dan gaat dat ook sneller. En we kijken natuurlijk ook naar hoe er geld verdiend kan worden. Hoe kan er geld verdiend worden? Nou, met een themakanaal moet je zo goed mogelijk je concept, hè, niet alleen maar afhankelijk maken van een zender. Maar, want kabeldistributieinkomsten die zijn er wel, maar die staan wel onder druk. Wordt steeds moeilijker, hè? Want het verhaal die ik daar ook over hoor, zijn toch, wil je nog iets langskomen bij ons? En als je langs moet komen, zegt UPC of Ziggo niet. We hebben meer geld voor je kanaal. Ja, nou, het is inderdaad zo. 5 jaar terug stond de deur wagenwijd open. Toen was er ook nog heel veel marketing nodig om digitale televisie goed in de markt te zetten. Dus kanalen. Dat is tot wasdom gekomen. Er zijn heel veel kanalen gekomen. Er zijn een aantal gegaan.
Er wordt ook veel strenger gekeken naar de performance van die kanalen. Ik denk dat het niet zo is dat je niet meer kan aankloppen met een goed idee. Want zij willen juist in media wel verder. Maar het is lastiger. Dat betekent dat je met een beter plan moet komen. En dat beperkt zich niet alleen tot tv. Hey, en die andere inkomstenstromen? Dit is het idee. Ja. Dit was de eerste, zeg maar. Ja, nou ja, betalen voor doorgifte, zeg maar. Ja, nou, het tweede is altijd natuurlijk adverteerders, waar iedereen het over heeft. Dat is gebleken bij themakanalen heel lastig te zijn. Ondanks dat dat themakanalen een heel gericht publiek bereiken. En eigenlijk dus heel kwalitatief in bepaalde doelgroepen scoren. Blijven adverteerders toch een beetje weg. Misschien omdat ze makkelijker via de ster in één keer massa kunnen halen. En eigenlijk denken, ja, waarom zou ik dan 10 keer op kleintjes inzetten in plaats van in één keer op een groot? Dat kan. Ik denk dat het kans laat liggen op branded content. Want die is echt midden in de roos bij sommige kanalen. Dus advertising moet je niet al te veel op rekenen. Subscription model dan? Voor die paarden? Kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar dat begint op YouTube. Maar ook daar is dat niet onmogelijk uiteindelijk. Dat klopt. Er zijn er genoeg. Maar productverkoop soms ook. Hè. Dus bij Nostalgienet hadden we een webwinkel. We verkochten dvd's, boeken. Mooie oude transistorradio's. Plaatspelers. Dat soort werk, weet je wel. Dus je kan daarin verbreden. En uiteindelijk moet je durven kijken naar hoe ver kun je gaan in misschien wel print of in online magazines of zelfs in radio of andere mediatypen. Is het altijd een optelsom van inkomstenstroom? Uiteindelijk is het een optelsom waarbij je wel ziet dat distributie gewoon echt nog by far de grootste bron levert. Maar dat moet je kunnen afbouwen op termijn, omdat je een paar jaar de tijd nodig hebt om je kanaal natuurlijk goed in de markt te zetten ook. Ja. Hey, verandert de De distributie verandert. We kunnen naar meer live kijken. We kunnen naar meer on-demand kijken. Verandert de vorm ook onder invloed van de digitalisering? Zien we andere programma's nu? Zien we andere vormen? Nou, ik denk op tv nog niet direct. Ik denk dat je ziet bij sommige tv-programma's dat ze online doorgaan. Hè? Dus daar waar het lineaire tv-kijken ophoudt, kan je online verder kijken. Ik denk dat als je praat over andere platforms, verandert de vorm wel degelijk en heel radicaal. YouTube is weer zo'n voorbeeld. Daar moet je echt niet aankomen in een programma van een half uur. Je ziet langzamerhand wel dat shortform van een minuutje of 2, 3 langzaam wordt opgericht naar 10, 12 minuten. Mits je content echt heel relevant is. Maar er staan bijvoorbeeld ook speelfilms op YouTube, maar bijna niemand kijkt ernaar, gek genoeg. Ga maar eens googlen of zoeken op YouTube. Er staan prachtige speelfilms, maar aantal views is dat heel weinig. En hoe verklaar jij dat? Want diezelfde mensen downloaden wel films die ze kijken. Ja, nou, ik denk dat ze dat dus doen. Ja. En ik denk dat ze voor YouTube voor iets anders komen. Ja. Dus het medium bepaalt ook. Het is toch ook een beetje de ontstaansgeschiedenis van YouTube, denk ik, die daarbij aan bijdraagt. Dat mensen dat toch zien als, dat is een plek waar je filmpjes kan zien. Ja, wat ik nog wel interessant vind, maar dat is misschien een hele theoretische vraag, waarom jullie als klassieke producent gewend aan die klassieke televisie, dus in voor digitale begrippen hele dure, heel goed gemaakte kwaliteitsprogramma's, waarom jullie je nou zouden kwalificeren om, je zei het net zelf al, op YouTube, shortform, andere productiemethoden, lean en mean. Waarom zouden jullie dat beter kunnen dan anderen? Nou, ik denk dat wij wel heel veel kennis en know-how meebrengen als het gaat om goede content maken. Ik denk dat je dat niet kan onderschatten, maar tegelijkertijd heb je wel een ander soort visie nodig op wat je maakt. Dus wij doen het ook met andere mensen. We hebben ook dus een apart team. Dat is een apart team. En we hebben een TV Academy in huis. Daar zitten 12 studenten die voor ons producties bedenken, maken, maar ook voor YouTube. En dat is zeg maar die generatie waar ik het net over had. En die vinden het waanzinnig dat onderdeel is, zeg maar, van die Academy. Want er zitten er een paar bij die zeggen, ja, eindelijk, want dit is de nieuwe televisie. Wat goed dat we dit gaan doen. Nou ja, dat is, zo zwart-wit zal het niet zijn. Wat houdt dat in? Dat zijn mensen die een paar maanden bij jullie meedraaien in die Academy. Ja. Zo stagiaires, zeg maar. Die volgen een studie en die lopen bij ons niet stage op bestaande programma's, maar die maken echt hun eigen dingen. Ja. Ja. Ze leren bij jullie het vak. Ze leren bij ons, ja. 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 Ze kunnen gebruik maken van de faciliteiten. En er komen verschillende mensen uit het vak, komen daar dingen presenteren, vertellen en begeleiden.
Ja, waarom heb jij het, want je zei je bent ongeveer een half jaar geleden overgestapt van Nostalgie net naar Toevalu, een grote klassieke televisieproducent. Als ik jou zo hoor, heb je heel veel hart voor al die, voor die digitale nieuwe vormen van televisie. Waarom heb je toch gekozen om daar te gaan zitten? Nou, ik kende ze al wat langer. Ik ken Taco al wat langer. We deden ook wat zaken van Nostalgienet met elkaar. En ik proefde dat zij de ambitie hadden om te gaan mee veranderen in de toekomst. En we hebben daar een aantal gesprekken over gevoerd van hoe dat nou werkt en hoe dat nou gaat en hoe nou zo'n themakanaal loopt en hoe die andere platforms ontstaan. En nou, dat voelde gewoon heel erg goed. Wat ermee samenhing wellicht is dat ze ook zelf, hè, je zei het in het begin al, uit Sony gingen stappen om ook anders de toekomst in te gaan. Dus ik proef daar gewoon, daar zit een gezonde dus ambitie. Dus ambitie, nieuw begin. Jij bent verantwoordelijk geworden voor de nieuwe business modellen op de nieuwe platformen. Waar mogen wij jou over een jaar op afrekenen? Nou, minimaal één goed draaiend themakanaal en een aantal hele leuke YouTube kanalen. Dat zeker. Ja. En wat is leuk? Dat je om moet lachen? Of? Nou, dat, met leuk bedoel ik in ieder geval dat het voor ons leuk is omdat het de moeite waard is geweest. En ik bedoel zeker dat het voor de kijker brengt wat ze ervan verwachten. En dat kan alles zijn. Want gaat uiteindelijk mensen moeten kijken en het ultieme doel is gewoon om daar geld mee te gaan verdienen. Ja, hebben jullie een aanloopperiode met elkaar afgesproken dat het geld mag kosten? Ja, nou, we zijn nu een half jaar bezig. Er komt nu langzaamaan wel een moment waarin we duidelijkheid moeten gaan creëren. Ja. Dus ik hoop dat we zelfs al binnen nu in een paar maanden met een paar mooie berichten kunnen komen daarover. Hey, Arjan Buurman, hier toevallig aanwezig in deze zaal, vraagt zich af in hoeveel jaar wordt shortform substantieel ook qua exploitatie? Ja, nou, ik denk dat mobiel daar een hele belangrijke rol in gaat spelen. Als je kijkt naar zeg maar, de discrepantie tussen de ad spend op mobiel en de time spend op mobiel, die is gigantisch. Op televisie is die redelijk in balans. Hè? Dus de kijktijd van tv staat redelijk in vergelijking tot de adspend daar. Maar, en bij print is het juist helemaal andersom. Bij print wordt veel te veel besteed, terwijl er nog veel te weinig, gelezen wordt. Dus mobiel gaat daar een belangrijke rol in spelen. Daar gaan adverteerders naartoe. Daar zullen ook dit soort content zal daar ook veel beter bekeken gaan worden. Dan denk ik longform. Dus in hoeveel jaar zei je? Nou, dan gaan we dit jaar gaan we daar denk ik een hele grote voorzet op nemen. Maar ik denk dat dat in balans gaat komen dan eerder over een jaar of twee, drie. Schat ik zo. Okay. Ik zat even te kijken, maar Olgert Vels, die twittert een mooie foto dat hij op zijn grote scherm naar ons zit te kijken. Vanaf de bank, hè? Vanaf de bank, maar staat die televisie nou in een soort schouw? Hij staat daar waar een open haard. We zitten in de open haard. We zitten in de open digitaal, haard. Je hebt ook zo'n DVD, hè? Dan kun je gewoon de open haard op aanzetten. Ja, ongelooflijk. Dat is het waarschijnlijk. Af en toe zet hij de open haard aan en af en toe zet hij ons even aan. Oké. Okay. Hey, ik vind het een mooi verhaal. Ja, ik ook. Hartstikke goed. Hartstikke leuk. En nog eventjes, waar sta je nu met die YouTube-kanalen? Medio februari staan er twee online. We zijn nu eentje in een soort van beta-versie aan het testen. Tipje dus, van de sluier, thema, naam? Nou, denk in ieder geval aan comedy, lachen, funny. Dat blijft het goed doen. En de tweede zit meer op het gebied van muziek. Oké. Dat is belangrijk. Dat is ook belangrijk, ja. Genoeg muziek maken. Ja. Oké, okay, hartstikke goed. Nou, dan gaan we in februari kijken. En dan melden we het. Ja, en dan gaan we jou weer afrekenen als het over een jaar. Ik kom gewoon weer terug. Dat is goed. Okay. Hartstikke goed. Heel ontzettend bedankt. Ja, dankjewel. Jullie bedankt voor het kijken. We zijn er iedere dinsdagavond en onze archieven puilen uit met mooie interviews. De meeste daarvan kun je ook terugvinden als podcast. Als je wellicht geen tijd hebt of geen zin hebt om te kijken, maar onderweg bent, kun je de programma's luisteren. Ik moet nog wel een klein achterstandje inhalen volgens mij. Maar anders kun je in ieder geval de 6 uur durende uitzending van 20 jaar Digitale Stad staat voor je klaar. Dus kijk die eerst maar dan. Of luister die eerst maar. Dankjewel. Oké, dag. Goed.